De eerste vrije trap. En hier is Overmars met de eerste poging. En de rebound voor Davids en die zit erin. Niet te geloven, weer Davids. En weer een heel vroeg doelpunt. Want ik heb het horloge stilgezet. En daar staat op 35 seconden. Edgar Davids, hij scoorde al snel in Guimarães in de vorige ronde. Hier is Overmars met de voorbereiding en een schot dat, omdat het van richting veranderd wordt door Rieter, lastig is voor doelman Zer. En dan maakt Davids het af en begint Ajax met een 1-0 voorsprong. Dat is even lekker. Daar is Witeczek met Siloy. En de redding op het schot van afstand van Wagner door Menzo. En dat was de eerste goed doorstaande test. Kaiserslautern brengt lengte mee voorin. Maar de bal komt niet bij Rieter die mee opgekomen was. Misschien in tweede instantie dan nog. Daar zat Menzo even aardig mis. Voorzet van Marien. En ik dacht dat het Witeczek was. Die Mars. Doorgelopen over Mars. Daar is hij. Die wordt neergelegd. De scheidsrechter geeft geen strafschop. Hier dus. En inderdaad was de actie gericht op de bal. Bal van Jonk. Maar net. Altijd het gevaar van Marciano. Hotic. En de tweede reële kans voor Kaiserslautern. En daar is Bergkamp even losgelaten. Weer heeft de doelman de bal niet vast. En zo wordt het door de rebound van Bergkamp een hoekschop. Bergkamp even losgelaten door Doeli die te laat is. En Zer, die doelman, de reserve doelman, want Eerman. Marien krijgt het hoofd er tegen. Kreek niet ver genoeg weg. Hier is Marien. Het zijn net. Optisch bedrog. Maar gevaarlijk genoeg eigenlijk bij Wagner. Witeczek is doorgelopen, is vrij. En dan zit Siloy mis bij Marien. Witeczek is voor het doel. En dat zijn gevaarlijke situaties. De kopbal van Witeczek komt er, maar de vlag voor buitenspel was ook omhoog. Maar kijk eens hoe snel dat uitgespeeld wordt door Kaiserslautern. Laat dat de waarschuwing zijn. Nu aan de andere kant. Hier is Witeczek, voor het doel is Marien. En de kopbal van Hotic. De inkomende man. De landing is hem niet zo lekker bekomen. Goeie paas, Bergkamp door het centrum komt, Marciano Vink en daar komt niet het doelpunt. Goed uitgespeeld van achteruit en wie anders dan Jonk staat aan de basis. Vervolg van Bergkamp en de mogelijkheid waarvan er niet te veel mogen blijven liggen. De Boer. Vink durft niet te schieten met links. Davids. Handig gedaan door de Boer.
Ja, hij is per slot van rekening vroeger net als zijn broertje aanvaller geweest. En dat kan je aan dit soort acties aardig zien. Vink. En Jonk, oh, wat mooi! Ja, na praten helpt niet meer, heren. Want als de wedstrijd aan een ploeg vastzit, zijn er altijd dit soort wapens neergelegd door Michel Kreek. En volgeraakt door Jonk, zodat Zer er alleen maar even aan mag zitten. Om af te fluiten, zo te zien. Inderdaad, is dat nu gebeurd. En twee specialiteiten van het huis bezorgen Ajax een 2-0 overwinning op Kaiserslautern. Een vroeg doelpunt van Edgar Davids.